De manier waarop ze kijkt, hoe ze doorstroomt. We zijn hier aan de Wijkse Bol. Na een enerverende tocht, 300 kilometer hebben we geroeid. In een zelfgebouwde roeiboot van het Willem van Oranje College zijn we met 10 leerlingen op weg geweest. Eerst in Dillenburg geweest, daar hebben we de boot gedoopt. En daarna vanuit Altena Duitsland naar hier Altena Nederland weer teruggeroeid. En daar zijn we zojuist aangekomen. De laatste tussenstop was in Heusden en nou, daarna was het als een speer hier naartoe, want we hadden twee boten. Het laatste stukje, want er was van de Heusden, de watersportvereniging Heusden, die had ook een eigen boot beschikbaar gesteld. Dus daar kon al onze jongens roeien. Het was fantastisch. Het was prachtig weer ook. En we werden met getoeter en gezwaai binnengehaald. Dus dat, ja, daar krijg je toch bijna een brok van in je keel. En zeker als je dan toch wel wat vermoeid bent. En je ziet al die bekenden weer terug die dan zwaaien en met vlaggetjes in de top je verwelkomen. Nou, dat is toch een mooi iets. Onze studieman, jullie weten wel wat het is, op hun remmen. Dus wij volgen.